Ja, moet je die waterval erachter zien, joh. Komt straks een sloot water in. Jeetje, overal komen er een keer mega veel borrels omhoog. Kan je even je buikje inhouden? Er komt even een schip er langzij. Ja, dat breed hoor, hè? Zo, hallo. Ja, ik denk dat je buik van mij ik ga vandaag eens lekker op avontuur. Ga je met me mee halen over land en zee. Op naar de volgende bestemming. Deze enorme sluis gaan de boulders dus met je mee. Dat scheelt weer, want ja, we hebben het volgens mij wel over een meter of 12, 13 of zo. Echt heel bizar. Ja, deze sluis in Maarsbracht was wel een hele bijzondere ervaring. Ongelooflijk hoogteverschil, maar het mooie is dus dat... Ja, pole position, ja ik ook. Maar het leuke is dat je, nou ja, dat dus die boulders meegaan. Dus eigenlijk hoef je niet zo heel veel te doen als je helemaal ligt. Het is gewoon een soort attractie. Je blijft natuurlijk uitkijken, maar het is wel echt een, ja, ook weer eentje om afgevinkt te hebben. We gaan nu door richting Maastricht. Nou, pa zorgt weer voor de innerlijke koffie. Mens. Koffie. Ja. Dat hebben we wel verdiend aan al die chaos. Ja, kom je goed. We varen op het Julianenkanaal, maar dit is wel een stuk saaier dan wat we hebben gehad. Maar goed, we schieten wel lekker op. Wat wel leuk is, is je vaart echt heel hoog. Want je kijkt zo hier het land in. Dus het stuk wat we net omhoog zijn gegaan, dat is wel duidelijk, hè? Het is echt een heel groot hoogteverschil. Ja, dat was wel veel, hoor. Het was wel heel veel, maar wel heel leuk. Je kunt zien dat wij echt in de lage landen wonen, hè? Ja. Dat het verschil zo groot is. Ja. Want hoeveel zullen we bij elkaar omhoog gegaan zijn? Een meter of 30? Bij elkaar in de hele trip? Ja, denk ik. Ja, ik denk wel veel meer. Ja, er zijn mensen die het veel beter weten dan wij. Ja, laat het even weten in de reacties op deze video, hè? Maar het is wel veel. Ja. Nou, we hebben gisteren gebeld met de havenmeester van het Bassin in Maastricht. Hele aardige vrouw. En die zei, jullie zijn van harte welkom, maar wees niet te laat, want het kan zomaar vol liggen. Maar ik heb een goed gevoel erover. En dan lig je echt prachtig, lig je in de binnenstad. En alleen is het even spannend, want je moet daar een brug onderdoor en die is 3,50 meter. En wij ook zonder Bimini. Oké, okay, so morgen, vanavond eten we... uit gewoon aan boord. Ja. En morgenavond dan trakteer ik op het Vrijthof in Maastricht. Oh, nou, dat is een deal. Ja. Dat vind ik een hele goede deal. Bij de veebouw. Kijk, dat is toch handig, zo'n bord langs de snelweg. We varen parallel langs de A2. En daar staat op Maastricht nog 36 kilometer. De kombuis ingedoken. Ik heb wat culinairs gemaakt voor je. Ja, het is even snel, makkelijk, maar het is ook wel een beetje traditie. Nou, ja, dat deden we vroeger al. Ja, als we met de boot weggaan, dan maken we altijd van die hele simpele balletjes met pindasaus. Ja. Binnen 3 minuten klaar. Ja, ja. En lekker. Of worstjes. Ja, maakt allemaal niet uit. Maar wel makkelijk spul. Ja. Het wordt hier steeds mooier en heuvelachtiger.
En ook katholieker, want je ziet van die mooie basilieken, of hoe noem je dat, onderweg. Dus ik ben heel benieuwd wat we straks gaan aantreffen, maar ik denk dat het laatste stukje ook wel heel mooi gaat worden. Eten trouwens. We naderen Maastricht en het wordt helemaal donker en het regent best wel hard. Ja. Het is niet echt een warm welkom. Nee, het is niet anders. We gaan nog even kijken waar we gaan liggen. Of in het bassin of in de, ja, tussen de Willems... Nee, hoe heet die brug? Die twee bruggen, de Noorderbrug en de... Servaarsbrug, hè? Ja, dat is nog verder. Ja. Tussen die twee bruggen in kan je liggen. Want als we het bassin willen, dan moeten we sowieso de Bimini-top laten zakken. En dat is nu even niet zo prettig, want daar hebben we heel veel gemak van. Ja. We zijn wel... Dus we gaan even kijken wat we gaan doen. Maar... Voelde wij al een beetje hangen. De entree van het bassin is hier en dat is ook nog, dan moet je nog een sluisje door. Maar we gaan eens even kijken. We gaan toch nog eens even kijken bij de Servaarsbrug. Sowieso leuk om even te zien. Ja. Hoe gaaf is dit? We varen zo de stad in. Daar heb je een aanlegstijger. Dat is een heel populair plekje, maar zo te zien is het al heel erg druk daar. Ja, zeker. Helemaal goud. Ik word hier zo blij van. Kijk die prachtige brug. En hier gaan wij liggen met het neusje die kant op. We liggen. Ja. Op een prachtige plek. Het oudste stukje van Maastricht. Op dat puntje wat je net zegt dat ik aanwees. Maar er was nog plek dus. En we liggen daarachter je. Zie je de Servaarsbrug. Ja. En hier loop je zo... In het centrum in. Woep. Ja. Nou, dat is echt heel gaaf. Je kunt hier prima leggen als je maar stroom genoeg hebt, Kees. En dan wassen, we wilden wassen, maar ik kan... Water genoeg toch om je heen? Dat bedoel ik. Kan die paar onderbroeken voor jou die... Ik heb er heel veel bij me. Heel veel onderbroeken voor jou, hè? Ik heb Chico net al even een plasje laten doen, dat was hoog nodig. Maar we lopen straks even gezellig zo in het centrum in. Maar het belooft wel. Ja, daar is een leuk park, ook voor de honden. Ja. En voor ons een leuk park, dat heet het Centrum, met een klein terrasje. Vrijheid ook een leuk park. Ja. Dus we gaan genieten van Maastricht. Goedemorgen. Morgen, Kees. Ja. Gisteren hebben we rustig aangedaan, hè, toen we aankwamen. Ja. Het was een beetje regenachtig weer. Ja. Dus we dachten... Het is nu toch wat beter, hoor. Ja, inderdaad. Het is wel een grijze dag, denk ik. Maar het is niet zo koud. Nee. En dus we gaan Maastricht verkennen. Vannacht hebben we dus hier voor de Servaarsbrug gelegen. En dat is een prachtig plekje, maar ook wel wat onrustig. Dus mocht je naar Maastricht willen met de boot... Ja, het is mooi, maar... Het voelt een beetje als een centrifuge af en toe, omdat er heel veel schepen voorbij komen. Dus wij hebben twee nachten in Maastricht en we hebben besloten om nu naar het bassin te gaan. Dat is ook heel mooi, dat is midden in het centrum. Ja. En, dus daar gaan we straks onszelf naartoe verplaatsen. Ja. En we hebben een heel programma voor vandaag. Ja. Want, wat staat er op het programma? Nou, Limburgse vrouw wilde je gaan dat kopen. Dat is één. Dat is één. Ja. We wilden onze vrouwenbasiliek gaan bezoeken. Ja. Onze lieve vrouwen. Twee. Ja, onze lieve vrouwenbasiliek inderdaad. Ja, en daar gaan we een kaarsje branden. Ja, daar gaan we een kaarsje branden voor moeders. Dat is wel heel bijzonder. En we gaan een hapje eten vanavond. Op het Vrijthof. Ja, misschien op het Vrijthof. Of ergens anders. Ja, dat is wel een erg open deur, hè, het Vrijthof. Ja, wel gezellig aan de andere kant. Maar dan kunnen we ook even gaan drinken natuurlijk. Ik denk, ik ben in Maastricht. Ik doe me even netjes aankleden. He, zo hoort dat hier. Dat doen ze allemaal. Ja. Ik zie er keurig uit. Ja, Maastricht is... Gekocht bij in de outlet. Bij de outlet Roermond. Ja. Ja. Mooi, maar dat, jij ook, jij zit er ook wel keurig bij. Dat is opvallend hoor, dat ze hier altijd van niks geweest zijn. Oh zo, Jij nou toevallig in Kruisje, maar als hier in Maastricht, daar kwamen wij vaker, als we met de camper onderweg waren, in Valkenburg, dan fietsen we naar Maastricht. Ja. En dan viel het ons op, dat je, in je spijkerbroek voelde je eigenlijk gewoon lopen, zo netjes zijn ze hier. Ja, ja. Maar goed, we lopen gewoon weer in een spijkerbroek. We blijven normaal doen. Chico, kom hier ook bij. Kom maar. Maar ruimte zelf op de bank. Ja. Gezellig. Ja. Nou, makkelijk zo'n bijzettaaltje.
Ja, dit is mooi. Ik heb net gewassen. Zo. Wat wil jij doen vandaag, Chico? Heb jij nog plannen? Voor het sluisje van het Bonsin. En ik heb net de brugwachter Lenny gebeld. Het schijnt een hele leuke vrouw te zijn. Ja, het schijnt een hilarische vrouw te zijn. Nou, ze was vreselijk aardig. Ja. Alleen nu blijft ze een beetje lang weg. Dus ja. Ze zakt een aantal punten wel een beetje. Ja, ik denk dat dat wel goed komt. Ja? Ja. Ze was even druk. Ja? Waarmee weet ik niet, maar... Nee, kan mij niet indenken. Nee. Ja. En dan is het nog even spannend of dat we onder het brugje door kunnen. Want die is volgens mij 3,50 meter. En wij zijn ook 3,50 meter. Maar zij zegt, zitten witte strepen. Ik ga geen accenten na doen. Ik weet niet of Lenny erg zwaar is. Maar dan kan je precies... Of Lenny erg zwaar is. Als ik eens even aan boord en dan zakt hij iets. Alles maar een centimeter. Ja. Nou, we kunnen het altijd vragen aan Lenny natuurlijk. Ik weet niet wat voor type het is. Zou dat Lenny zijn? Het is scooter. Ja? Oh ja. Ja, daar is Lenny ook. Die is op de scooterbaan, zie je dat? Ja. Maar zou dat dan ook het sluishuisje zijn? Ja. Oh ja, goedemorgen. Morgen. Weet u zeker dat dat 3,50 is, meneer? Ja, nou niet helemaal zeker. Nee. Nee. Ik denk zeker 3,70. Nee hoor. Ja? Ja? Ja, maar we... Dan moet je maar even mee aan boord komen, want dan zakt hij nog een beetje. Ja. Of wat mensen verzamelen. Hoor. Nee? Zou jammer zijn. Oh jee, ze is bang dat het niet gaat lukken. Nou, we gaan kijken. Ik denk dat ze gelijk hebben, want zo moeilijk is het niet. Nee, nee, ze is dat, niet zo moeilijk. Nee. Maar ja, we kunnen niks aan de hoogte van het schip veranderen. Want nee. Het is toch wel echt op 3,50 of zo. En hij staat op 3,57. Maar ja, dat zal een paar centimeter schelen. Dat is natuurlijk wel een beetje spannend. Ja. Ja, dus als het niet lukt, dan moeten we naar een andere jachthaven toe. Ja, maar dit gaan we toch even... We gaan het toch even proberen. Oh, de lichten gaan op groen. Dus Lenny... doet haar best om ons binnen te krijgen. Ja. Want ze vond het stiekem wel heel leuk dat de volgende bestemming in het bassin kwam. Maar ja, wat niet is... Trixie wordt een beetje ongeduldig beneden. Geef jij eens even een brokkie. Dat misschien allemaal te vergeven zijn moeite. Ja, dat maar, zou zomaar kunnen. Maar het is wel leuk. Om mee te maken, toch? Het wordt heel spannend, want dit is de witte streep. Maar als we het zo zien, zijn wij hoger. Geweldige vrouw die Lenny. Ze loopt weer terug naar het huisje om ons weer te gaan schutten. Maar het is wat het is, hè? Ja. We gaan gewoon alleen nu breek eens een achteruit breek de sluis uit. Dat kun jij wel. Ja, ik hoop het. Zullen we ga je op dezelfde plek weer liggen? Ja, ik ga gewoon weer. Eigenlijk waar we vannacht ook lagen. Ah joh, dat lag eigenlijk wel heel mooi. Wel prima, ja. Met slaap heb ik geen last van gehad hoor. Nee. De onderuit laat ze verlasten, maar het begint er ook weer om te wennen. Daarom, het gaat een beetje heen en weer, maar we redden dat wel. Ah, je ziet het, de deur achter mij gaat weer open. Het is eigenlijk voor het eerste keer dat ik achteruit de sluis uit ga.
het is gelukt, achteruit de sluis uit. En ik zie hier, heel leuk, zo'nzelfde soort brandweerwagen staan, die ik ook heb. Dit is nog geen camper, maar het is wel hetzelfde model. We lopen over de Servaasbrug richting het centrum. Het bootje ligt daar met de hondjes erin. Ja. Je hebt het prima naar de zin. En dan gaan we eens even kijken wat de stad ons te bieden heeft. Maar we gaan eerst naar onze lieve vrouwenkerk. Dit is wel de oudste brug van Nederland. Hè? Dit is de oudste brug van Nederland. En ja. Ik denk, persoonlijk vind ik de mooiste brug van Nederland. Schitterend. Echt heel mooi. Die bogen, ik hou daar dus zo van. Ja, mooi hoor. Dus een en al historie. Ja. En nu op naar onze lieve vrouwenkerk om een kaarsje te branden. Voor moeders. We zijn weer terug op de VB 002 en we hebben nog een mooi bezoekje gebracht aan onze lieve vrouwenkerk. We hebben een kaarsje gebrand voor moeders. Juist. En dat was hartstikke mooi. Ja. In de oudste kerk van Nederland. Ja. Dus dat vonden we wel belangrijk. Ja, ik ben niet zozeer gelovig persoonlijk, maar ik vind het wel een mooie ruimte om zo iemand te herdenken. En mijn moeder deed het ook altijd voor iemand die overleden was, een kaarsje branden. Ja. Ja. Toch? De een heeft die reden voor, de ander een andere reden voor. Ja. Maar het is wel een mooie plek om tot bezinning te komen. Ja. En het is echt een prachtige plek. Hele mooie kerk. Zeker. Rondje gelopen. De oudste kerk van Nederland is. Ja. En de oudste brug van Nederland hebben we gehad. Nou, de oudste man van Nederland zit naast me. Op één Sinterklaas. En we gaan nu nog even de beentjes trekken. De pootjes trekken met de hondjes. Gaan we even op het Fruithof kijken. Gaan we even lekker lunchen. Ja, Chico. Leuk, hè? Ja, komen we net terug op de boot. Staat dit in één keer achter op het dek van een fan. Beste Kees en Theo, leuk om jullie in levende lijf te hebben ontmoet. Vanmorgen was die man hier en die heeft zijn fotootje genomen met ons. En die doet een schoonmaakartikelen voor schepen. DN Products. Kijk eens. WC-rollen. Doekjes. Schuursponsen. Voor het toilet. Dit is een of ander aroma ding. Dit is goed voor jou ook, voor na de boodschap. Oh, dat had ik net al helemaal kunnen gebruiken. Ik ga zo meteen even spuiten. WC liquid, nou. Top! Daar hebben we wat aan. Ja, hè? Kunnen we wel even mee vooruit. Ja, zeker. Verschillende boodschappen. Ga je gelijk ermee aan de slag? Ja, ga eigenlijk even spuiten. Want je bent even boodschappen mee te doen. Boodschappen mee te doen, ja. Ik zat er neerzetten gelijk. Het ruikt wel lekker hoor, Kees. Ja? Laat maar staan. Waar ruikt het naar? Ja,
aroma staat erop. Ja, je hebt heel verschillende aroma's. Ik zal niet zeggen wat het ruikt, maar ik ruik nog wel wat anders, maar de combinatie ruik is dat. Het ruikt wel beter. Kijk, voor jouw hoofd. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Weer ontwaakt in Maastricht. De laatste, ja. Laatste nachtje gehad, hè? Ja, gaan zo vertrekken. Ja, we hebben weer gelegen hier bij de Servaasbrug. Eigenlijk lag dat ook wel prima. We proberen natuurlijk het bassin in te gaan. Ja. Maar dat ging niet helemaal de hoogte. Dus dan gaan we het Albertkanaal op. We gaan nu inderdaad vertrekken we straks. Het eerste stukje gaan we richting Luik. En dan draaien we het Albertkanaal op. Ja. En dat is voor ons ook een nieuw, want in België daar, hebben we wel eens gebivakkeerd, maar nooit met de boot. Maar voor ons ook wel weer spannend, want ja. Het Albertkanaal, geen idee hoe dat ons gaat bevallen. Nee. Maar we hebben er wel voor gekozen om dat kanaal te nemen en niet terug via de Zuid-Willemsvaart. Nee. Want we hebben veel dezelfde route. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Er wordt veel gedubbeld, route veel gedubbeld van wat we op de heenweg hebben gedaan. Dat willen we niet. Eerst stuk over de Maas, ja. dan wel door die, maar bij de Bos vandaan moet je weer dezelfde route nemen als dat we heen namen. De afgedamde Maas en zo moet je dan weer over. Wat natuurlijk prachtig is, maar we willen even een ander avontuur aangaan. En dat wordt weer een avontuur, want ik geloof dat als we een Maastricht een beetje uitgaan, dat er een enorme sluis aankomt met een verval van 14 meter of zo. Ja, heel veel. Ja. Nou, daar krijg je gewoon een soort van hoogte- of dieptevrees van. Diepte. We gaan omhoog. Ja. Omhoog. Ja, we gaan nog één keer omhoog en daarna kan het alleen maar zakken. Ja, want jij gaat toch weer naar de lage landen op de deur. Ja. Dus, nou ja, de hondjes zijn uitgelaten. Ja, die hebben de pootjes weer even gestrekt. Dus wij gaan straks de motor starten. En zijn we klaar voor het avontuur. Dan gaan we de terugreis dus weer aanvaarden. En jij zit nog even krachtvoer eten. Dan de hagelslag. Met hageltjes. Ja. Een goede gewoonte, hageltjes. Gisteravond trouwens. Heerlijk gegeten hier. Ja, zo. En gezellig. Heerlijk, ja. Maastricht is gewoon echt een topstad. We werden 10 uur van het terras afgestuurd, hè? Ja. Heel gezellig. Hadden we mensen ontmoet daar. En een verhaal. Ja. Ik kan zijn vrouw daar wel vertrekken. Ja. Maar afrekenen wilden ze ook wel eerst. Ja, precies. Voor ons ook wel goed. Dat is dan wel belangrijk, ja. En ik eet ook nog even mijn boterhammetjes op. Nee, daar heb ik jouw hulp helemaal niet bij nodig, Tico. Nee. Nou, tot snel Maastricht. Het kan nooit lang duren, want het was veel te leuk. Achter ons zie je nog de oude NC-centrale verdwijnen. Ja, je zag zojuist de droneshots ervan. Nou, het ziet er zo gaaf uit, het hele gebied. Enorm gebied. En sinds 2018 is die centrale niet meer in gebruik. Ja, maar, die groeven, zeg maar. Ja, die, precies. Maar we kregen altijd tip van, ga daar langs, het ziet er zo mooi uit. Ja. Nou, dat klopt. Een heel surrealistisch beeld eigenlijk. Wij gaan nu straks door de sluis heen, het Albertkanaal op. Je ziet het daar misschien op het bordje staan. Dus we verlaten de Maas.
En deze sluis is dus met dat enorme hoogteverschil. Ja. Het grootste hoogteverschil in Europa, geloof ik. Dus moeten we een beetje alert zijn. We gaan de hondjes weer even lekker binnen opsluiten voor de veiligheid. Voor de twee tricksen, die houdt ervan om even in de... Even de vrijheid op te zoeken. Of even een kleine plons te maken in de grootste sluis van Europa. Ja, in de sluis. Die is helemaal gek voor sluizen. Ja, die is... die heeft een sluizenfetisch. Dat doen we niet meer. Gaan we niet doen, nee. Het landschap is hier alweer zo veranderd. Ook de stijl van bouw. Het is echt een buitenlandgevoel, hè? Stuiven die mooie bootjes ook. Ja. Dat is het nieuwste, een Belgische stuurhut. Ja, een Belgische stuurhut. Er zitten geen ramen in. Ja. Oh jawel, er zitten twee raampjes in. Oh ja, dat staat hier. Meer heb je niet nodig. Kijk. Ja. Wij hebben Chico, die op de boeg staat om te kijken of dat allemaal goed gaat. Ja. Het wordt steeds mooier, het wordt steeds luxer. Ja, dat is wel een heel mooi ding. Hè? Ja, schitterend. Ja. Dat wordt de VB 004, hoor. Ja, daar zou je echt op kunnen wonen. Ja. Ja. Gezellig, toch? We varen zo bij de mensen door de voortuin. Leuk huisje, schitterend jacht voor de deur. Ja. Stiekem hou ik hiervan, zulke soort bootjes. Beetje gekkigheid. Beetje zo'n vieler kakelbond op het water. Vast in die enorme sluis. Er ligt nog een rondvaartboot voor ons. En dan verderop komt nog een joekel aan. Ja, het is een heel spektakel. Ja, moet je die waterval erachter zien, joh. Er komt straks een sloot water in. Nou, wel heel gaaf om deze attractie een keer mee te maken. Hopen dat het goed gaat. Altijd even spannend. Daar pas ik wel tussen met die gasten die ervoor liggen. Ja, daar pas je. Ja. Nou, misschien de gemiddelde leven nog een beetje omlaag zelf. Ja. Hè? Ja, dat is toch heerlijk? Je natje en je droogie. Ja, daarom. Eigenlijk is het veel beter voor mij. Ja, nee joh, de VB 02 is toch veel leuker, joh. Ja, nee. Beetje avontuur. Dat is helemaal in de zin, oké. Over een paar jaar misschien. Ja. Kan je even je buikje inhouden? Er komt even een schip er langzij. Die daar is breed, hoor, hè? Zo, hallo. Nou, ik zeg dat je buik kleiner is. Nou, mee, hoor. David Hasselhoff. Kijk hem eens genieten. Er gebeurt van alles om hem heen. Er komen er nog twee bij. Ja, die doet het niet voor het eerst, die jongen. Heel leuk, daarboven staat een fan. Die staat net te schreeuwen naar ons. En die maakt even een leuk shot van dat wij hier in de sluis liggen. Boten zijn verzameld. Met een schavuit erbij, Kees. Schavuit, bedoel je mij? Nee, ja. Ja, dat schip je. Ik zat op die boot, hè? Ga je hem nou schavuit doen? Ja. Ja. Ja, dat klopt. Schavuit is er ook bij. Ja. De Lucienne gezellig. Deze grote jongen en de rondvaartboot te zeggen, sluit de deuren maar, hoor. Jeetje, overal komen er een keer mega veel borrels omhoog. Wat een spektakel, hè, pa? Zo. Het is toch wel gaaf dit om een keer mee te maken. Ja, heel gaaf. Nou, dat was hem. Wat een spektakel. Ik moet even gas op de lolly geven, want ik word hier achter me, je ziet het, achtervolgd door een joekel. Dus ik ga even netjes aan de kant. Maar we hebben het overleefd en man, wat was dat een... Ik heb er gewoon kippenvel van. Echt een gave ervaring. En moet je kijken, die omgeving waar we hier in terechtkomen. Het is of dat je in Mallorca zit of zo. Het is ook een beetje heilig, dus het geeft ook een beetje zo'n mystiek gevoel. Ja,
heerlijk. Ik ben aan het genieten, mensen. Ik hoop dat jullie een beetje meegenieten van mijn video. Ik denk het stiekem wel. Maar laat het even weten hier onder deze video. Dat was hem dan alweer. De tweede woensdagvlog. En superleuk dat jullie zo massaal kijken. En mocht je denken, waar is Kees? Nou, ik ben inmiddels weer in de thuishaven. De vlogs lopen iets achter op de realiteit. Want gisteren ben ik samen met mijn pa en de twee honden dus hier aangekomen. De aankomende tijd ga jij nog genieten van alle avonturen die ik heb gefilmd. Dat ligt op de plank en dat ga ik hier lekker monteren. Aan mijn bureautje. Dat is waar ik de vlogs dus monteer. Dan zie je dat ook gelijk. Even een klein kijkje achter de schermen. En dat monteren, ja, dat doe ik soms wel een dag over voordat ik een vlogje klaar heb. Ik steek er veel tijd en energie in. Ik hoop dat jij dat er ook een beetje vanaf ziet. Vind je het nou leuk om mij te steunen? Een klein financieel duwtje in de rug? Dan kan dat via petje.af/devolgendebestemming. Kan je een kleine donatie doen, zodat Keesje nog heel veel vlogs kan gaan maken waar jij hopelijk van kan gaan genieten. Oh ja, en ik heb nog één huishoudelijke mededeling. Aanstaande vrijdag wordt mijn dubbel glas geplaatst. Ik heb er lang op moeten wachten. Ik vind het heel spannend, maar het gaat zeker gebeuren. Het duurde wat langer dan gepland. Door coronaperikelen bij die bedrijven, je kent het wel, in de bouw, alles rondom boten, super druk. Maar het moment is daar. En ik ga dat natuurlijk allemaal vloggen. Dat komt later in de vlogserie. Als deze vaartrip vlogs afgerond zijn, dan ga je dat zeker zien. Aanstaande zondagmorgen om 10 uur zit je weer klaar voor een vlogje. Want dan gaan we met de VB002 België in. Hopelijk kijk je dan weer. Geef deze video een duimpje omhoog. Abonneer even als je dat nog niet had gedaan. En dan zou ik zeggen voor nu bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende bestemming. Hoi!